van Schiedam. Dit is De Stem van Schiedam. De rubriek waarin jouw mening centraal staat. Vandaag peilen we je over dit onderwerp. U woont in Noord, vlakbij het vliegveld. Heeft u veel overlast van de vliegtuigen? Nee, daar stoor ik me echt niet aan. Ik hoor niks meer. Ik ben al gewend. In het begin was het heel erg lastig. Maar nu ben ik aan het wennen. Ja, ik vind het wel gezellig, die vliegtuigen overkomend. Ik heb er geen last van. Als we in de tuin zitten en ze komen landen, dan heb je er vaak last van. Ik vlieg de laatste tijd heel erg. En ja. Waar heeft u dan precies last van? Nou, dat het veel meer... veel meer vliegtuigen komen de laatste tijd. En die hele zware. Dus dat is geen gehoor 's morgens en 's middags en 's avonds. Het is 's avonds wel eens dat er om de 2-3 minuten komt er een vliegtuig over. 'S Ochtends vroeg komen ze over. Maar ja, goed, dan zitten we vaak nog niet in de tuin. En 's middags, rond een uur of 3-4, komen ze ook nog een keer over. Als de deur open staat en je hebt de tv aan, kan je even niks horen. Nou ja, als je in de tuin zit en je kan elkaar niet goed verstaan, ja, dan is het wel vervelend. Ze luisteren niks, ze doen hun werk en klaar. Dus wat ga je dan zeggen? Wat moet je zeggen tegen ze? Ik bedoel, er is weinig te zeggen. Maar wat zou, als u de kans had, wat zou u dan zeggen? Ja, geen vliegtuigen hier. Weg met die vliegtuigen. In de zomer ook, die is nog erger. Ik denk het wel, ja. En ze zijn al aan het protesteren bij de vliegvelden. Dus om het minder te maken of om een ander vliegveld te kiezen. Dus. Ja, nou, er komen er wat meer vliegtuigen over. Nee, ik heb er echt geen last van. Nee, dan gaan we zelf ook op vakantie. En een hoop mensen die kunnen ook met de trein of met de auto. Want de pas en de onpas gaan ze met een vliegtuig. Het kan ook anders, hè. Voor mij mag die gewoon blijven, hoor. Laat die zijn ding doen. Ik bedoel, wat verander je mee? En als je gaat brieven schrijven, doen en laten, gaat maar technisch. Ze doen hun ding wat ze doen. Er ligt er nou precies eentje langs. Maar het is wel een soort herrie, ja. Daar kan ik me wel bij voorstellen, zeg maar. Maar tijdens het werk geen last van? Nee, ja, we maken zelf ook herrie. En daar hebben mensen ook mee te dieren, soort van. Alleen wij zijn voor korte tijd en de vliegtuigen die blijven toch wel een poosje rondvliegen hier.